Toch? Kom bij me. En ze hadden allemaal klitten, want ze knippen maar één keer in een jaar een haar of zo. En dat was één grote klittenversnijding. En ze hadden een klitten in. Kijk, je komt op tv. Oh! Oké. Okay. Ja, het ligt een en ander aan groen hier op straat. En ga je ook mee? Beetje afgezaagd. Beetje veel. Heel erg veel. Hé, meisjes? Ja? Je gaat daar naartoe? Helemaal goed. Oh, heb je een stokje te pakken? Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 28 juni 2023. Ja, inderdaad. En het is net 1 uur geweest. Ja. En ik sta in de achtertuin van moeders. En kijk eens, dan hebben we hem hier. Marcel, mama doet de deur dicht. Ook handig. Dus ja, het is lekker weer, hè, Mars. Nee, het is winter. Huh? Koud. Winter. Ja. En met de koekoek jij. Dus, wij wensen jullie wel weer heel veel kijkplezier bij deze groep. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Ja, precies. Inderdaad. We wilden nog eentje. Kom bij me. Mijn deur open laten. Hé, meisje. Ja, wat dacht je zelf? Kom, tik het op. Spelen. Uitdagen doet hij wel. Zo. Zo, ja. Jongen, je had toch ook niet raar. Die grote is gewoon bang voor die kleine. Nee, Emma, ze moet, deze dame die moet weer wat meer uit en gedaagd worden. Nee, kom, spelen die handel, kom. Lui varken. Nee. Kom, nee. Je bent lui varken aan het worden, kom. Je moet weer wat meer gaan ondernemen, dame. Balletjes gooien en alles. Kom, kom dan. Ja, er was hier wel een balletje, een rode. Waar die is? Oh, daar. Ze gaat er gewoon bij liggen. Ja. Moet je het balletje even pakken. Balletje, mag ik die hebben van jou, Mars? Ja, ik heb daar de vroeger aan Mars. Gewoon, gewoon pakken. Gewoon pakken, ze doet niks. Gooi je die handel. Ja, kom dan. Lui vrouw is dat. Ja, maar Emma moeders en die moet haar ook weer wat meer gaan aanmoedigen. Actiever ermee weer gaan worden. Kom. Kom. Want je wordt lui.
Kom, Erwin, kom. Kom. Ja, kom. Ga het pakken. Bal pakken. Ja. Pak hem ook zelf dan. Nee, jij moet hem pakken. Ja, maar u moet dus leren om het haar dus weer te gaan pakken en weer bij u te geven. Dat is wel, maar de dame heeft van eigen wil. Nee. Ja. Dat is niet vrouwelijk, hè? Kijk, kom dan. Los, kom hier. Los. Pak hem dan. Geef hem. Die wisten wel hoor. Bovenop mijn poten. Kom dan. Ja, kom hier met die bal. Kom. Pak. Bal. Pak. Bal. Nee, bal. Pak. Nee, kom hier. Daar naartoe. Bal. Kom hier. Pak je bal. Pak je bal. Hallo. Pak je. Ik ben niet boos hoor, schat. Nee. Ik ben niet boos. Ik ben niet boos. Ja, en je bent een beetje lui. Je moet weer wat een beetje afvallen, want je bent dik. Je moet afvallen, jij. Ja, jij moet afvallen ook. Want je bent dik en je moet weer wat meer in beweging komen. Je bent lui aan het worden. Dat was jij niet, nee. Dat was jij niet zo lui. Het komt ook wel weer goed nadat ik de booster weer heb opgeladen. Is hij al vol dan nu? Nee, hij moet hier weer leeg. En als ik hem opgeladen heb, dan ga ik met haar de dijk op. Hé, ja, gaan we de dijk op de kin. Kan u nu al mooi doen hoor. Het is nou goed weer ervoor. Nee, maar ga ook gewoon lekker dat ze lekker los kunnen. Gewoon ergens. Rennen, ballen gooien. Werpstok halen. Balletjes gratis scoren ergens, weet ik veel waar. Ja, hè. Dus dat. Zo, ik ben aan het lopen. Ik ga eventjes de stad in. Ik heb wat mee en ik wil even weten of ze dat geurtje kunnen namaken of misschien even net iets anders, maar dat gaan we zien hoe en wat. Dus ja, helemaal leuk, top. We gaan het meemaken, we gaan het zien en we gaan het beleven. Ja, er staat hier een hele leuke rotauto precies hier en je kan hier dan zo en zo je draai gewoon niet maken. Dus dat. Ah, lekker hier. Oké, nou, wat is dat nou weer? Dan, en dan kun je dus die zakken eraan hangen, ja. Ja. De Nederlandse zin is druk te doen, ja. Ik van de week, dat ik aan het rondrijden was, dan ben ik een keer iets. Oh, wacht, en al die vuilzakken hier omhoog. Dat is ja. Verplastic. Nou. Gescheiden afval. Ja. Maar het helpt denk ik gereed, want... De vogels die pikken, hi. Vooral de meeuwen, die pikken dat ook. Hoeveel? Meeuwen. Hoeveel? Ja, precies dat. Een dubbelglas. En ze blijven daar ook maar bouwen. Ja, ach ja. Oh, heerlijk hier. Hey, hoi. Hé, Kale. Snikkel. Seks met die kale, hè? Bijna wel. Tjoep tjoep, ik heb een ander. Ach ja. Ik ga tegen de raaf doen, ik ga naar links. Ach, ga jij naar links? Kijk, dat wordt. Ja. Zeg, dat bij jou, als je de tuin uitloopt, een zwarte schuur, zeg, hebben ze daar wel een steen aangezeten of zo? Dan hebben ze zo'n hele hoek, roestvrij staal erop gezet. Ja. Ik wil aan die kant lopen. Vind ik oh. Leuker. Ja. Oh. Nou. Au. Ik kan toch niet daar op de stoep. Ja? Wat zei je? Daar kan ik niet op de stoep. Nee. Precies dat. He, lekker even. Jullie zien het wel waar ik nu al eens waarschijnlijk zit. Bij Linda, de enige echte. Wie heb ik daar zitten? Achter mij. Hi Pete. Hi. Alles goed? Ja. Ja. Ja, dat dacht ik al dat alles goed ging. Dat is mooi.
Maar wanneer ga jij mijn haar wassen? Dat wil je niet hoor. Jawel. Jawel. Mag je doen. Nee, je hebt pech, ik moet zo weer werken. Ja. Je ziet er nou wel beter uit dan met deze lens zo. Alleen in de lens. En wanneer ga je hem weer eens verven, Lin? Wie weet. Ja. Ja, nou, die was geverfd, maar die heeft zich wel weer te vaak gedoucht. Ik had het pas geleden gedaan. Maar ik ben naar België toe gegaan, in volle zon. En ik denk dat ik wel 4-5 keer onder de douche ben gegaan met wassen. Dat schijnt niet te kunnen. Dat is toch leuk? Ja, ze hebben maar zo'n potje haar op. Ja. Ja, precies dat. Ach ja. Van de week maar weer. Ja? Van de week, en wanneer is dat? Als ik weer eens tijd heb. Nou, Lin, nog deze week verven. En van de week zegt hij. Dan maak je maar tijd. Is goed. Pak ik jouw tijd in de slag. Kies op delen. Ja. Heb je koud water of heb je warm water? Test maar uit. Zo jammer, weet ik. Waarom nou weer jammer? Het is lekker zo koud. Ja, heerlijk. Lekker. Mm. Oh, ik ga jou even lekker met mijn nieuwe lijn wassen. Het is echt lekker voor dit haar. Je doet je best maar. Je maakt jouw haar weer silky zacht. Ja, want het is gewoon echt weer stroom. Maar dat merk je wel, denk ik. Ja, daarom ga ik hem even lekker met die nieuwe lijn wassen. Want heel veel mensen, ja, maar dan moet je even een goede shampoo doen. Nee, dat komt door het weer, mijn haar. Een goede shampoo doe ook wel eens helpen hoor. Ja, maar dat heb ik altijd wel, een goede shampoo. Ja, toen was mijn haar alweer gewassen. Kijk, ja, oh, beter. Zometeen gaat Linda even wat conditioner erin doen. Ja. En dan wordt mijn haar weer subliem lekker en mooi. Daar gaan we voor, toch? En ja. Waar is Annie de spreetje? Ja, dat weet ik niet. Daar. Ja, daar. Daar. Hi. Hi. Van de rest van de Indiaan. Ja, leuk is dat, hè? Zo, goedemorgen. Het is tegen. Ja? Ja. Ja, niet te veel inzoomen, hè? Dat is leuk. Kijk, daar is Peter. Zoom maar weer even. De butler. Liever jij dan ik. Ja, echt hè? Zo, zit weer even lekker in de kapperstoel, jongens. Ja, lekker. Met mijn lekkere nieuwe geurtjes. Ja, ik ruik het. Lekker. Lekker, toch? Zie je, ik kom heel makkelijk door jaren. Zelfs met mijn kammetje. Niks, merk het. Soepel, hè? Ja, maar dan mag ik wel even weer. Wat is dat voor geurtje? Wat is dat? Hij is mijn nieuwe lijn. Die is iets in magic. Oh. Ik ben googelaar. Het is echt heel fijn. Dan moet ik het hele dopje eraf halen. Ja, anders ruik je ze niet. Oh, hij ruikt wel heel erg lekker, ja. Ja, het ruikt echt heel erg lekker. Ja. Oeh. Lekker. En helemaal naar. De shampoo ruikt ook zo lekker. Zo, mevrouw. Alleen de puntjes. Je moet niet van die gekke bek trekken. Waarom niet? Is toch leuk? Ga meedoen. Oké, jij mag met me. En nou maar even. Niet meer doen. Nee, is goed jongens, ik ga wegdoen. Zo, lekker gedoucht. We gaan zo met de handjes lopen. De planning nog even inlichten over van alle wijzigingen. Ja, zit weer omhoog natuurlijk, dat is leuk. Omdat er uitval is, laat ik een extra dienstje draaien. Een korte dienst in het weekend. Dus dat betekent extra percentages. Weekend is plus 35, verschuiving is plus 20. Dankjewel voor plus 55%.
plus de extra dienst. Kaching. Ja, zo moet je niet denken, want de helft gaat weer naar de belastingen. Ook leuk. Ik heb nog een keertje een burgertje scoren, extra. Ook leuk. Maar zo wordt gezegd, gaan we even met de hondjes lopen. En dan zien we het wel weer verder. Want er moest 40 centimeter appelsaus en de staart zelf wou ze mee. Oké. Okay. Dat was heel kort. En toen die andere, nou dat ging als spot. En toen had ik nog een jongenskeentje om te knippen. Nou, een beetje toch? Jongens wel, maar die meisje, de eerste meisje was al moeilijk hoor. En ze hadden allemaal klitten, want ze knippen maar één keer in het... in een jaar een haar of zo, en dat was één grote klittenverstijl. En zat er een klitten in. Kijk, je komt op tv. Hi. Hi. Ik heb een drama sensatie met Bels. Ja. Jongen, ik kan wel realiteit zo met mijn drama beginnen. Ja? Is het woensdag klaaguur? Kijk wel uit. Ja, jij hebt blijkbaar tijd, want je staat te bellen. Ja, heb ik ook. Ik ben klaar met mijn kleintjes. Nou, heel goed. Kun je lekker opruimen. Ja, toch. Ja. Dan kun je afstoffen. Ja. Hey, en hou ook bij wat je allemaal eruit hebt, hè, dat het weer bijbesteld wordt. Ik heb niks verkocht en niet verf, maar ik heb een knipdag gehad. Ja, en je moet alles bewaren wat op is, hè? Ja, heb ik. In mijn labels heb ik al liggen. Ja, maar ook alle potjes, dus ook alle artichokes, alle potjes die je op hebt. Alles. Ja. Ja, toen waren we weer in het bos. Gezellig met de hondjes. Zonder hondjes en zonder mezelf in het bos. Dat is een beetje lastig. Hé meisjes, ga je mee? Molly, kom maar. Ga je lekker spelen? Een stokje. Oh, stokje. Ja, die een stokje te pakken. He? Zonder stokje, nou. En toch zou het minder leuk zijn, toch? He? Ik ga stukje. Je krijgt ze van de klant en jij vreet ze op. Het is toch ik ga stukje. We nemen samen wel de chocolade in. Is goed hoor. Er ligt er nog één. Ja, één. Van deze pak. Maar ik zou het echt heel erg vinden om een volledig pak op te eten. Oh, moet je kijken. Oh. Dat lijkt me wel, ja. Ja. Dag, zwaantjes. Zijn zwaantjes aan het doen? Helemaal niks. Aan het drijven. Dag, zwaantjes. Jij met je poot naar achteren. Opnieuw. Ja, zwaantje. Zwaai maar een beetje, pootje, helemaal goed. Kleine, wil jij doen? Kleine, uit het water nu. Zijn zwaantjes hier. Zoals jullie zien is mijn haar weer even lekker kort gewiekt. Het is weer lekker schoon, want het was echt dit dood, zeg maar. Nou, en als het dood is, ja, gewoon puntjes, dan moet dat er echt even weer af. Maar ik had ook een kleine woordenwisseling met mama vanmiddag. En ze is aan het lopen met de hondjes. En ik zag haar al aankomen lopen.
mijn honden. Ik wou zeg al aankomen rijden, maar dat klopt niet helemaal. Dus ja, want er staan hier nieuwe camera's, zeg maar, her en der. Nou ja, mama is sinds, ja, dat heb ik haar ook al gezegd, sinds dat en dat mama dus corona heeft gehad, is ze zo 180 graden omgedraaid. Ja, heel, ja, in mijn ogen negatief. Niks is goed en ze wordt om de geringste dingen kwaad. En ik heb zoiets van, laat mensen lekker leven zoals ze willen leven. En word gewoon niet boos. En leef gewoon je eigen leven. En maak plezier. En ga niet op een pro-agenda kijken van wat en wat de overheid doet. Want we leven toch al sinds, weet ik veel, al met een regering. Dus ja, weet je, en nou wil ik even, want mama die zei ook, ja, maar je gelooft me toch niet heel hard. Eén ding, zeg dat nooit tegen mij. Nee. Dus ik ben gewoon eigenlijk ja, niet in die kwaad weggelopen, maar ik ben wel gewoon weggelopen. Eventjes ja, gewoon even uit de situatie te gaan. En ik wil het toch nu nog eventjes kijken of ze het kan bepraten met mij. Zo niet, dan deze eventjes deze hele week weg. Voor de rest, dan doe ik mijn eigen dingetjes. Dus ja, dus dat eigenlijk even. Dus ja, dat komt ook wel weer helemaal goed, denk ik zo. Ja. Zoals ik net heb gezegd dat ik eventjes met mama zou gaan praten. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En ik heb even mijn gevoel geuit. En dat is dan allemaal niet waar. Het is een gevoel die ik zeg. Een constatering. Ook van Ro, et cetera. En dat speelt al langer. En ja, dan wil je dat zeggen. En dan is het allemaal niet waar. Maar oké, maakt niet uit. Geeft niet. Ik heb er wel een leuke dag van gemaakt. Dat ga ik ook weer morgen lekker doen. Ik ga lekker mijn eigen dingen eventjes doen. Morgen ook. Helemaal goed. Ik ga me niet druk maken op een ander die ja, negatieve invloed op mij heeft. Daar ga ik even, heb ik geen zin in nu. Dus maakt niet uit. Ik ga er zeker morgen een hele toffe dag van maken, jongens. En ik ga jullie zeker meenemen. Dus heb je er plezier in voor morgen? Ik zou zeggen, abonneer even hier vast. Doe duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.